Zo gezellig, unlimited knuffelen. Hallo, wat leuk dat je naar een nieuwe vlog kijkt. In de afgelopen dagen zijn er wat dingen gebeurd, namelijk... I'm a redhead! Ik heb na de spoelingen besloten om mijn haar echt officieel oranje te verven. Dus ik kan nu gewoon niet meer terug naar blond. Dit is het voor de komende tijd. Ik wilde een rood tint die wel echt fris is en opvallend en knallend. Maar die er ook nog natuurlijk uitziet. Een beetje zoals de actrice Jessica Chastain. Die vind ik fabulous. En ik vind het heel cool. Ik hou er wel van om soms even zoiets drastisch te doen met mijn uiterlijk. En even een nieuwe look te hebben. En ik heb heel veel zin om met beauty te gaan spelen en met styling. Dus I like it. En tweede punt is dat we niet in Nederland zijn, maar in Zwitserland. Jordi en ik zijn namelijk op vakantie met de elektrische auto. Jordi staat hier buiten als een creep. Hallo. Ik ben al heel lang niet met de auto op roadtrip geweest. We zijn wel met z'n tweeën met de motor een keer precies hier geweest ook. In Zwitserland op tussenstop en toen naar Italië gereden op de motor heen en terug in een week. Het was heel intens. Ik doe het nooit meer. Het was niet leuk voor de relatie. Het regende namelijk de hele tijd. We hebben gekeken waar is er geen oranje gebied natuurlijk. Kunnen we plekken opzoeken waar we heel goed afstand kunnen houden. Kunnen we naartoe rijden? We willen niet vliegen. Ten eerste vanwege corona en ten tweede vanwege het klimaat. Dus we zijn met de elektrische auto op pad. En dat zijn we nu aan het doen. So far so good. We zijn gisteravond na een babyshower die ik had vertrokken. Alle spullen in de auto gegooid. Heel snel ingepakt. Dus ik heb nu al allemaal dingen waarvan ik denk, oh, zo heb ik dat niet meegenomen. En toen zijn we gaan rijden. Toen zijn we tot Duitsland gekomen. Frankfurt. En toen zijn we vanochtend rond 8 uur opgestaan. Meteen in de auto gejumpt. En nu zijn we al de hele dag aan het rijden. En het is nu een uur of 4 of zo. We gaan zo de Gotthard tunnel door. Die is best wel lang. Dus we wilden even zeker weten dat we genoeg energie hadden in de auto. Dus we staan nu aan een laadpaal. Dit is volgens mij zo'n supercharger. En dan gaat het heel snel. Op zich is het rijden met de elektrische auto echt heel nice. Dat je om de paar uur even een stop maakt. Het maakt het reizen heel mindful of zo. Je bent niet gedachteloos, bijna in een trance, zo hard mogelijk, zo snel mogelijk aan het rijden. En dan af en toe alleen even stoppen om te plassen, weet je wel. Je gaat nu gewoon af en toe even een half uur of 40 minuten buiten zitten. Even koffie drinken, lopen. En dan ga je weer op pad voor een paar uur. En dat heeft echt wel iets. Dus nu gaan we even in Zwitserland hier ergens een koffie drinken bij dit tank gebeuren. Het enige is dat niet elk land of elke stad of whatever goed genoeg voorbereid is nog hierop. Je hebt natuurlijk heel veel tankstations, maar het kan wel voorkomen dat een laadpaal bijvoorbeeld of net door iemand anders bezet is, al hebben we dat nog nooit meegemaakt, of dat hij het niet doet. En dat weet je natuurlijk pas als je daar bent. Dus dat is het enige wat een beetje tricky is, dat de wereld er nog niet altijd 100% klaar voor is, maar dat zal natuurlijk wel alleen maar meer worden. Hoe mooi is het hier wel? Het slaat echt nergens op. In die bergen zitten dan ook gewoon steeds huisjes verstopt. Het is echt geweldig. Roadtrip live. Oké, we gaan ervoor, jongens. Half tien. En we waren vlakbij ons hotel. Een uur rijden nog, denk ik. Iets minder, 40 minuten. Een half uurtje. In ons hoofd hadden we, waren we al pizza aan het eten op onze kamer. Maar toen kwamen we ergens aan en toen was een van een lintje was de weg afgezet. En mochten we niet verder. En nu moeten we helemaal door de bergen omrijden. Urenlang om bij ons hotel te komen, omdat door de regen de weg afgezet was. Maar ook hebben we niet genoeg batterij daarvoor. Want ja, daar is natuurlijk geen mensen op voorbereid. Dus nu zijn we weer terug naar een ander dorp gereden. Eerst om te gaan laden en dan gaan we aan die route beginnen. We zitten daar helemaal doorheen. We gaan nu een pizza eten en dan gaan we gewoon even een plan maken. Ik denk dat ze toch wel door willen rijden namelijk. Jij wel, ik jij hoor. Ja, zin om door te rijden heb ik niet. Maar ja, ik denk wel dat het moet. Kan je meer dan 2 uur vanaf hier.
Goedemorgen. We hebben net ontbeten en we zijn nu beland bij het zwembad dat bij het resort hoort aan het meer. En dit is gewoon ons plan voor de komende 3 dagen. Hier liggen. Dat was het. De goede tijden zijn begonnen. Focaccia stuffed with ham and cheese. Deze amigo. Dus net geüpgrade naar een suite die vrij was. Echt amazing! Best day ever! Jurski, we moeten nog even een beetje werken, dus dat gaan we nu even doen. Daar is de deur naar ons balkon dat helemaal rondloopt. En dan een kleine walk-in closet. Altijd wel prettig. Dan hier een hele grote badkamer. Vol met marmer. Hallo! We hebben net even een telefonische meeting gehad met ons kleine team in Nederland. Dat doen we altijd op maandag. Dus we vonden het wel belangrijk om dat nu ook door te laten gaan. Omdat we 2 nieuwe stagiaires hebben. En die toch een beetje het gevoel willen geven dat we meekijken. En Evie is nu de big boss op kantoor. Dus het is ook fijn om haar even te spreken. Maar ze hebben het allemaal helemaal goed onder controle en ons niet nodig. Dus dat is top. Het is nu 4:05 denk ik inmiddels. We hebben net nog een uurtje even achter de laptop gezeten. We leggen het nu weg. Ik laat mijn telefoon ook hier. We gaan nog even bij het zwembad liggen. En dan gaan we wat eten. En ik denk dat ik mijn telefoon pas morgenochtend weer aanzet. Heerlijk. Dit is echt een oefening voor mij. Deze vakantie in die zin. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. We gaan nu heel even het dorpje inlopen. En ik denk ergens koffie of een wijn drinken. Een paar boodschapjes doen of even een ijs halen en gewoon even kijken wat hier allemaal is. En dan gaan we heerlijk in deze kamer room service bestellen en gewoon lekker hier eten. Voor de snelheid en gelegenheid even dit aangedaan. Heel mooi topje van Rabens Saloné. Ontbijt? Ik wil maar geen ontbijt. Ik zal maar een beetje. Goedemorgen, hey. Hey, goedemorgen. Oh, best lekker wakker worden moment ever. We hebben ontbijt op onze kamer en de zon schijnt nu al om 9 uur 's ochtends. We gaan het lekker op ons balkon opeten. Oh my god, ik hou zo van vakantie, ik ben zo gelukkig. Ik denk dat het tijd is dat ik met pensioen ga en in een warm land ga wonen. Ik denk wel echt, in mijn leven gaat het een goal worden om ooit, al is het 10 vierkante meter, iets in een warm land te hebben, waar ik dan een half jaar of zo, of 3 maanden per jaar kan zitten. En gewoon werken en waar het warm is, dat lijkt me echt het geweldigste ever. Toekomstdromen. Ik neem dus altijd een klein geurkaarsje en een kleine muziekbox mee, zodat je helemaal je eigen sfeer kan neerzetten. Dus ik ga nu even gezellige Italiaanse muziek opzetten voor bij het ontbijt. Vandaag hebben we een heerlijke dag aan het zwembad. Waar we de hele dag liggen. En we zijn nu een beetje aan het genieten van de laatste zonnestralen en wat cocktails. We gaan nu een ijsje eten en een wijntje drinken en dan op onze hotelkamer eten. Dus ik heb me voor de gelegenheid even opgemaakt en aangekleed. Ik heb een jurk aan van Faithful. En schoentjes van By Far die ik heb laten repareren. En mijn gouden atelier. Je kunt hier in Italië ook met Apple Pay betalen. Dus ik heb gewoon de hele tijd dit om en geen tas bij me. En dat voelt echt heel lekker vrij en ultiem holiday-achtig. Dus dat is heerlijk. De tafel is gedekt. We kijken uit over deze prachtige, echt betoverende uitzicht op deze bergen. Het is zo mooi, al die lichtjes. En hier gaat ons balkon nog helemaal rond. Dan zie je dus ook allemaal super mooie huizen en hotels en lichtjes. Super cool. Wat een feest. Oh, heerlijk hier.
En zo romantisch. Maar wel echt heel romantisch. Good morning world. Ik ben even een paar dagen lekker offline gegaan. Zoveel mogelijk mijn telefoon weggelegd. Niet echt op WhatsApp of op Instagram. En niet gevlogd. Even back to basics. En het ga ik de komende dagen denk ik ook wel wat meer doen. De afgelopen 3 nachten zijn we hier geweest. Bij het Como meer in de buurt. Een heel leuk boutique hotelletje waar ze een paar kamers hebben. Waar het super rustig is. Dus het voelt eigenlijk alsof er zijn wel mensen. Maar je hebt eigenlijk geen contact met mensen. Het is hier zo makkelijk om afstand te houden. We spreken echt met niemand. Het is echt heel fijn en een hele andere wereld dan in Amsterdam. Waar je met z'n allen op 1 vierkante centimeter tegen elkaar in de Albert Heijn staat. En om even tot rust te komen is dit natuurlijk echt een groot cadeau. Besef me ook goed dat natuurlijk een bevoorrechte positie is. Dat we even op vakantie kunnen. Hier is dan een grote tuin. En zo ziet het hotel er dan uit. Het is heel modern met allemaal hout en glas. En we hebben dan die kamer op de hoek. Die is ook helemaal van glas. Er zit nu een soort rolgordijn overheen. Het is een soort glazen hoekje. En hier is dan het zwembad. Hier zitten we dan de hele dag. Good morning! Hallo! Jordi en ik zijn aangekomen in een heel leuk boerderij, boutique hotelletje. Met alleen maar grasvelden en paarden eromheen en een tennisbaan. We hebben vandaag de hele dag gewerkt, tot 1:04 wat het nu is. We gaan nu nog even naar het Como Meer om nog even in het gras te liggen. Ik ga daar nog wat werk afmaken. Het is toch, je neemt toch dingen mee altijd, maar dat is helemaal niet erg. Het is ook wel heel fijn dat we gewoon een beetje door kunnen werken. Verder ziet het er hier heel cute uit en is het weer heel lekker rustig. Los van het grasmaaiergeluid wat ik hier nu hoor. Hoe cute is dit bed? Leuk bamboe kledingrekje. Deze mooie hoek. Goedemorgen, de laatste echte dag. De laatste echte dag hier. Laatste echte dag hier. Ik wil nog niet terug. Ik wil nooit meer terug. We hebben net een beetje rustig ontbeten en even een beetje gewerkt. Nu gaan we een wandeling maken om te bespreken wat we nog willen doen hier. En gewoon lekker even buiten te zijn. Ja. Dus ja. Yes. Zo gezellig, unlimited knuffelen. Dat vind ik wel een van de top 3 dingen aan de vakantie. De hele tijd samen zijn en dat ik de hele tijd aan je kan zitten. En ook het lekkere weer, het rustige tempo. Rustige tempo. En hoe mooi alles hier is. Hoe leuk is deze terrazzo vloer? Team Birkies! Altijd bij Birkenstok zijn en elke dag draag ik deze jurk. Helemaal supertjes. Dit is mijn welbekende Garnier-jurk die jullie allemaal kennen, denk ik. Het zit gewoon zo ontzettend lekker. Niet te doen. Kom Jor, hup hup. Jor heeft hier een kat gevonden die weer moet aaien. Hij is zo'n dierenvriend. Ik ben opgevoed zonder huisdieren en ook niet in een heel erg dierenliefhebbende omgeving. Mijn ouders hadden nooit heel veel affiniteit daarmee, dus dan leer je dat ook niet echt. Maar Jordi daarentegen is echt een soort ranger.
Love the pussies. Oké. Zo mooi dit. Dit gebouwtje is een soort oude boerderij, farmhouse. Dat is zo schattig. Dit hotelletje heet Brusco Rooms. Oké, leuk. Leuk, Jordi. Zin om weer naar huis te gaan, zonder jouw grappen. Okay, ik heb mijn grappen hier laten. Ik ga mee naar huis. Ik laat jou hier. Nee, joh. Er staan hier ook paardjes. Hé, hey, paardje. Neem even dit gladiatorpadje. Heel veel plekken staan van die smalle boompjes die wij allebei heel erg, die ons heel erg doen denken aan de film The Gladiator. Dus nu noemen we alles een gladiatorboompje. Oh, je zult hier maar wonen. Dat heb ik altijd. Dat ik denk, hier wonen gewoon mensen. Dit is dan je leven. Dit is gewoon, hier staat één huis. Hallo. We zijn een beetje aan het werken en een beetje slow aan het doen. En nu dachten we, oké, we willen snel naar, nog ergens binnen buiten zitten. Dus we gaan nog even naar wat ze hier een Lido noemen. Een soort ja, strandplek. Hoe heet dat? Zwemplek. Zwemplek, ja, het meer wat dan beheerd wordt door iemand in zijn bedjes. Maar ook zijn we al een uur nu op zoek naar een goede snellaadplek voor onze elektrische wagen. Die we niet hebben kunnen vinden. Elektrisch rijden is in Italië nog niet helemaal de trend. Dus om nu geen tijd te verliezen, even wat gehaald bij de McDonald's. Coletje, fritjes, kom maar door. De avond en we zitten in een heel schattig restaurant in een soort kas. Ik zal de locatie hier ergens of naam hier eens even delen. Goedemorgen, het is onze laatste ochtend hier, dus we gaan even ontbijten. We zijn spullen aan het inpakken en inladen en dan gaan we de weg op, terug naar Nederland. We zitten al uren in de auto en we zijn nu aangekomen in Darmstadt. Darmstadt! Heerlijk stadje. Nu is het even een klein beetje cruisen in Darmstadt. Want de twee oplaadplekken die we op het oog hadden, die waren bezet. En één mag je maar 3 uur blijven staan. Maar ja, we gaan natuurlijk niet nu daar de auto neerzetten en dan over 3 uur weer uit ons hotel terug richting de auto 20 minuten lopen. Dat gaan wij zeker niet doen. Dat gaan we dus niet doen. We proberen een beetje een gevoel te krijgen voor wat Darmstadt voor plek is. Er zien we allemaal best wel leuke jonge mensen, maar ook is het echt, ziet het er gewoon uit als er heel veel industrie en kantoren. Moeilijk te zeggen. Moeilijk te peilen, Darmpje. Oké, het is gelukt en we zijn nu in een of andere super hippe bio-wijnwinkel. Helemaal leuk. We hebben een superleuk wijnbarretje dus gevonden. En daar sluiten we de dag af. Koek koek! Het heet volgens mij Vino Central. En we hebben hele grote glazen wijn en 2 cannellonis besteld. Hallo kleine vriendjes. Hallo grote vriendjes. Dat was top. En we hebben net op Reddit gelezen dat het centrum zich in Johannes Viertel afspeelt. Dus daar gaan we nu even heen. Inmiddels zijn we terug in het land en ben ik iets heel spannends aan het doen. Dus ik ga de vlog bij deze even afsluiten en heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende. Doei!